Ik ben Frank Jannaat van EFS Agro uit Almelo. Daar bouwen wij grondbewerkingsmachines en ook machines voor onder andere graslandverzorging. Vandaag staan we bij de graslandverzorgingsmachines en hier staan we bij onze Grasprofi doorzaaimachine. Deze machine gebruik je als je kale plekken hebt in het veld of als jij onkruiden hebt in het veld. En je wilt je land niet omploegen of helemaal zwart maken, zeg maar. Kun je met deze machine doorgaan zaaien in je bestaande grasmaat. Dat werkt heel simpel. Je hebt de voorste een egalisatieplaat. Die schuift de oneffenheden glad in het veld. Daarna komen er twee rijen tanden van 12 mm dik. Die de onkruiden verwijdert uit het grasmaat en andere niet gewenste elementen. Hierna komen de ketsplaatjes met een rol erachter. En die rolt het zaad weer in de vochtige grond. Heel belangrijk, zodat het graszaad wel goed opkomt. We kunnen dit uitvoeren met verschillende rollen, zoals een Cambridge rol of in dit geval een pictorol. Afhankelijk van de grondsoort waar je op zit. Zaaien gebeurt over de hele werkbreedte met een pneumatische zaaimachine of een mechanische zaaimachine. In dit geval zit er een pneumatische zaaimachine op. In deze kun je met de computer instellen hoeveelheid zaaizaad je wil gebruiken per hectare. En het zaad komt dus voor de rol te liggen en de rol rolt het zaad in de grond. Je kunt deze machine ook eventueel combineren met een frontegg die we hebben in ons programma. Die kun je dan voorin hangen en dan kun je dus eigenlijk dubbelop slechte gewenste elementen uit je gras verwijderen. De tanden kun je verschillend afstellen. Dat ligt aan hoe je grasmat erbij ligt, maar die kun je van heel agressief tot niet agressief afstellen. En dat is nagelang hoe je perceel erbij ligt. De machine is met verschillende rollen leverbaar, met de Cambridge rol en op de zwaardere gronden een zelfreinigende pictorol. Deze rol heeft een diameter van de kleine elementen van 44 cm en de grote elementen van 49 cm. Dit is eigenlijk de machine voor de melkveehouder zelf. Die kan niet meer zijn eigen percelen doen. Voor de loonwerkers die wat meer capaciteit zoeken of de grotere boeren in deze wereld, hebben wij een getrokken variant. Die is 6 meter breed en dat zorgt voor extra capaciteit in het veld. Groot voordeel is dat je toch eigenlijk egaliseert, slechte grassen of slechte onkruiden verwijdert en in één keer doorzaait. En het mooie is, kunnen wij het zaad echt in de grond drukken. Het is heel belangrijk bij graszaad, wat toch een hele slechte kiemer is, dat die goed in vochtige grond ligt. Dat doet deze machine optimaal.